Mijn naam is Mart Wenneman en ik ben projectleider bij Hager. Als projectleider van Hager ben ik de spin in het web voor het tot stand komen van de elektrotechnische installatie. We hebben hier te maken met een duurzame energievoorziening in een modern kantoorpand. We hebben een wat grotere transformator, we hebben een wat grotere verdeler, we hebben een eenvoudig uitbreidbare railkokerinstallatie en op die manier hebben we echt gewerkt naar een toekomstbestendige installatie. Als we kijken naar de elektrische infrastructuur, dan beginnen we bij de transformator. In het compactstation zit een energierek van Hager. Vanuit daar gaan we naar onze hoofdverdeler. De hoofdverdeler die is gebouwd in onze werkplaats in Coevorden. Vanaf de hoofdverdeler wordt de energie verder verdeeld door middel van een railkokersysteem naar alle verdiepingen waar een onderverdeler zit van Hager. Vanuit de onderverdelers gaan we als eerste via het vloergootsysteem naar alle werkplekken. En daarnaast gaan we ook nog de plafondinfrastructuur in. Vanuit daar wordt de verlichting aangestuurd, worden screens aangestuurd. We regelen dat op basis van daglicht en op basis van aanwezigheid. En op die manier hebben we een hele duurzame installatie. Als we kijken naar de samenwerking met de installateur, hebben wij daarin een hele pragmatische instelling. Dat betekent dat we aan de ene kant met de projectleiders en met de werkvoorbereiders kijken naar planningen, naar kwaliteit, naar leveringen. Maar dat we aan de andere kant ook heel vaak gewoon op de bouw aanwezig zijn. Ik ben Laurens van Heumen en ik ben directeur bij Van Eck Electro. We hebben bij dit project Hager's expertise vooral in de voorbereidende fase gebruikt. We zijn met Hager om tafel gegaan en hebben eens gekeken naar dingen die wij vanuit onze ervaring altijd op een bepaalde manier toepasten. Wij deden de onderverdelers of de verdelers altijd voeden met door middel van een kabelsysteem. En samen met Hager hebben we toch eens gekeken naar een railkokersysteem. En uiteindelijk hebben we dat ook toegepast in dit project. Als we kijken naar het railkokersysteem, hebben wij dat volledig ontworpen in 3D. Op die manier weten we zeker dat het past en dat we geen aanloops hebben met andere installaties. Dit pand heeft een bijzondere vorm, waardoor we niet met de standaard componenten van Hager konden werken. Toen zijn we met Hager samen gaan kijken naar een stukje maatwerkoplossing, waardoor we toch in het hele pand vloergoot hebben kunnen toepassen. Het stuk duurzaamheid is natuurlijk steeds belangrijker. Bij dit project ligt ook het hele dak vol met zonnepanelen. Daarnaast hebben we een stuk batterijopslagsysteem en staan buiten laadpalen met load balancing die met elkaar communiceren. Ik ben Ed van Dalen. Ik ben verantwoordelijk voor energiemanagement bij Hager. Wat belangrijk is in deze tijd is het toepassen van techniek in een gebouw om te zorgen dat een gebouw zuiniger wordt met energie en toch aangenaam blijft om in te werken. Om dat te realiseren hebben we een aantal zaken gedaan. We hebben uiteraard meten in zweten zoveel mogelijk in dit gebouw gemeten. En daarnaast gaan wij eigenlijk een stap verder in het managen van de energie, zeg ik maar eventjes met een duur woord. Hoe kun je ervoor zorgen dat energie zo optimaal mogelijk gebruikt wordt? Met energiemanagement, slim omgaan met energie, kan je eigenlijk de pieken uit je verbruik weghalen. Dat betekent dat je gebouw vriendelijker wordt, zeg maar, voor het net. En waarom is dat nou nodig? In Nederland hebben we eigenlijk te weinig energie. Dat betekent dat als je vriendelijker bent als gebouw voor je net, kun je met z'n allen meer aan. En dat is wat ons betreft de invulling van hoe we in de toekomst met energie om moeten gaan. Hager investeert in de elektrische wereld van morgen. We doen dat met oplossingen zoals laadstations voor elektrische auto's, energiemanagementoplossingen en energieopslag. En dat doen we niet alleen in producten en oplossingen, maar dat doen we ook door samen te werken met elkaar in ons nieuwe pand. Mijn naam is Rianne van Lieshout en ik nodig je van harte uit bij het nieuwe Hager.